Het is altijd spannend in oliebollenland, de dag voor het AD met zijn oliebollentest komt. En dit jaar is de hamvraag, heeft Richard Visser zich hersteld van zijn 16e plaats van vorig jaar? Een tipgever meldt ons vanochtend dat SBS6 bij de kraam van Visser op de Heemraadsingel staat te filmen. En er staat een draaiorgel. Nou, dan weten de buurtbewoners al wel hoe laat het is. Hij zal wel weer nummer 1 worden dit jaar. Ja, want het orgel, is dat er elk jaar? Het is al om feestelijke gelegenheden, niet omdat hij tweede wordt. En ja hoor, even later heeft Visser zijn 8e AD-beker binnen. Het went niet. Het is toch al elk jaar weer spannend. En ja, na de verleden jaar dat ik 16e was en nu winnen hem 1, is natuurlijk de vreugde des te groter. In de rij voor de kraam ontwaren we de chauffeur van burgemeester Abu Taleb. Hij is er voor zichzelf, want de burgemeester... Nee, hij weet dit nog helemaal niet, joh. Maar dat is snel te verhelpen. En dus heeft Visser even later de burgemeester aan de lijn. Wat zegt u? Ja, nou, hartstikke bedankt. Zo, die felicitaties zijn binnen. Maar hoe heeft Visser het hem nou geflikt na die 16e plaats van vorig jaar? Overal kijk ik kookboeken en allerlei dingen om te kijken of dat het nog beter kan. Ja, en elk jaar proberen we weer wat uit. En dit jaar heb ik dan gebakken in mijn eigen olie, die ik zelf samengesteld heb. En dat heeft dus resultaat gehad. En de klanten? Tja, die begrijpen wel dat Visser opnieuw heeft gewonnen. Buitenkant is knap en binnenkant heel zacht. Ja, ik vind het erg lekker. Vorig jaar hebben ze niet gewonnen. Toen heb ik oliebollen gehaald bij de winnaar van vorig jaar. Nou, die vond ik echt niet lekker. Zij zijn voor mij altijd de winnaar. Voor het AD is de oliebollentest inmiddels uitgegroeid tot een van de hoogtepunten van het jaar. En door de langzaam toenemende kwaliteit van de oliebollen in het land lijkt de test ook steeds meer invloed te krijgen. De kwaliteit is echt omhoog gegaan. En wij hopen natuurlijk dat het mede komt omdat wij er zoveel aandacht aan besteden één keer per jaar. De volledige testresultaten leest u morgen in het AD.